Gebruik een lomer om compressie uit te voeren op uw kleiplaat. Indien u het doet in verschillende richtingen, helpt dit om kromtrekken te voorkomen. Drapeer de kleiplaat over de vorm en druk hem zachtjes aan om alle lucht eronder te verwijderen. Gebruik een lomer om de klei aan te sluiten op de plaat. Breng de klei zoveel mogelijk van buiten naar de rand van de vorm. Het is tijd om de randen van de borden te maken. Ik gebruik een latje, zodat ik steeds dezelfde breedte heb. Ik zet krasjes op de randen van het bord, zodat de voetranden straks beter hechten. De voetmaker is een makkelijke tool om de voetranden te maken. Ook de voetranden worden voorzien van krasjes voor een betere hechting. De klei die ik gebruik is nog vrij vochtig. Het volstaat om alleen wat water te gebruiken. Bij het bevestigen van de voetranden oefen ik wat druk uit. Ik maak de voetranden schoon met de vochtige spons en haal de overtollige klei weg met de houten modelleertool. Ik ga voor een wat schuine bordrand en plaats daarom het bord op een afstandblokje. De rand van het bord wordt naar beneden geduwd om de schuinte te verkrijgen. In de leerhardfase is het zeer eenvoudig om de houten mal te verwijderen. Gebruik de surform om wat overtollige klei weg te schrapen en de randen nog rechter te maken. De afronding lomen wordt gebruikt voor een nog mooiere afwerking van de bordrand. Het bord is klaar. Je kunt de vormen steeds opnieuw gebruiken om meer borden met een gelijkwaardige uitstraling te maken.